Hi. Hi, goedemiddag. Leuk je te zien. Zeker. Welkom. Nou, dus dit is het dan. Dit is het dan, althans wat er nog van over is. Ja, dat is niet veel, hè? Niet veel meer. De toren die is in 1887 eigenlijk afgebroken nadat hij toch een aantal eeuwen alleen in het veld heeft gestaan. Ja. Het schip is eigenlijk al in 1821 ingestort. Eigenlijk wat ze gedaan hebben hier is, wat je nog ziet, zijn de contouren door middel van schanskorven. In 2008 hebben ze hier een opgave gedaan, de heemkamer. Ja. En daar hebben ze de oude fundamenten opgegraven. En eigenlijk om het toch zichtbaar, ook in de Vintervroeg goed te kunnen inpassen, hebben ze een schanskorf erop gezet. Eigenlijk als kenmerk van hier heeft de toren gestaan. De fundamenten bevinden zich hier ook echt nog precies onder. Je zegt de Vincent van Gogh route. Ja, Vincent van Gogh zelf is eigenlijk maar een korte periode in Nuenen geweest. Wie wel hier heel lang is geweest, is zijn vader. Die is eigenlijk altijd dominee geweest hier in het dorp. Niet in deze kerk, de kerk zelf bestond toen eigenlijk al niet meer. Wel nog in een andere kerk hier elders in het dorp. Klein kerkje, ook Van Gogh kerkje. Zodoende is Van Gogh weer ook eigenlijk uitgekomen door zijn vader. Mm-hmm. Wat wel heel leuk is om even te gaan kijken, is dat de vader van Van Gogh nog op het oude kerkhof begraven ligt. Oh, serieus? Kunnen we dat gewoon zien. Ja, dat wil ik heel graag zien. Nuenen is bekend omdat Vincent van Gogh hier vroeger gewoond heeft. Theo van Gogh, de vader van Vincent, werd in 1882 dominee in Nuenen. Vincent kwam hierna ook in Nuenen wonen. Hij heeft de oude, stompe kerktoren vaak geschilderd. Op dit moment zijn van de oude Sint-Clementskerk slechts de fundamenten van de toren over. Na de 80-jarige oorlog is de reformatie begonnen en is de kerk in 1649 door de protestanten overgenomen van de katholieken. Voor de relatief kleine groep protestanten was het lastig om de kerk te onderhouden. Daarbij vlogen de katholieken en protestanten elkaar in die tijd ook regelmatig in de haren. Zo werden er door de katholieken kruiwagens met mest de kerk ingereden. In 1792 stortte de toren na een blikseminslag gedeeltelijk in, waardoor ook de kerk flink beschadigde. Uiteindelijk is alleen de toren overgebleven. Deze is door de gemeente in 1803 nog gerestaureerd en voorzien van een nieuwe spits. De kerk werd aan haar lot overgelaten en verviel meer en meer, om uiteindelijk in 1823 gesloopt te worden. 65 jaar later is ook de torenstomp gesloopt. Nou, hier ligt dus de vader van Vincent van Gogh. Hij is eigenlijk geboren in 1822, 8 februari. 26 maart in 1885 overleden. En eigenlijk tot zijn dood hier dominee en leraar geweest in Nuenen. Hij is begonnen in 1882, dus eigenlijk de tijden van Vincent van Gogh. Jeetje, dan kom ik zo vaak eigenlijk met de auto hier langs, maar ik had er geen idee van dat hier een monument lag, een begraafplaats. Nee, ja, het is eigenlijk een hele mooie plek, onbekend in het landschap. Ja. Nou, hartstikke bedankt dat je het ja, me hebt graag laten gedaan. Zien. Was erg leuk. Ja, vond ik en ook. En een goede reis. Ja, dankjewel. Hey, dag! Dag!